Wat is dat met het Songfestival? Waar, waar is je liefde voor het Songfestival? Waar komt dat vandaan? Um, ik denk dat dat... Je bent niet gay. Nee, laat ik dat voorop stellen. Ik ben niet gay. Ik heb niks Denken te maken. Denken mensen dat dan? Als je... Nee. Nee, toch? Nee, want dat het werkt toch bij vrouwen werkt het ook niet op die manier. Nee. Want als je dan gay bent, dan, dan is het... Waarom kijk je naar het Songfestival? Oh ja. Ga, ga iets anders kijken. Ja, maar waar, waar komt de liefde vandaan? <laughs> nou, ik weet dat het een van de avonden was... Uh, dat je langer mocht opblijven vroeger. Dat is ja. gewoon een heel belangrijk ding geweest Lekker. voor mij. Had ik met zeggen samen, dat ken je waarschijnlijk niet. Zeg eens amen. Zeg eens a. Oh, zeg eens a. Ja, ja, Dat is jawel, een TV-programma. Oh, goed, ja. ga door. Sorry. Nee, nee, nee zeg eens a. Dat, dat staat me nog wel iets van mij. Mijn vader heeft daar wel eens iets over verteld. Ja. <laughs> toen de, Duit, toen toen de, de Duitsers. Uit. De Duitsers waren net het land uit. Ja, toen kwam Zeg eens is a. Maar goed, je mocht langer opblijven. Ja, dat was wel een belangrijk ding. Maar wat ook een heel belangrijk ding was, is dat Nederland kon winnen. Oh, dat is voor mij een heel belangrijk ding. Maar heb je dat dan ook als Nederland voetbal? Ja. Oh. Ik heb helemaal niet zo heel veel per se met, weet je wel, atletiek of zo. Maar als Nederland in één keer zo heel goed is in boog, boogschieten, dan, dan word ik heel excited ah, voor ja, boogschieten. ja 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 ja. Maar wat het, ja. het grappige dat je dat uh, of grappig dat ik. <laughs> Het is grappig dat ik begon over voetbal. Want je, je had altijd het moment dat je zo ging juichen en zo. Nou, mm -hmm. daar is heel veel over gezegd natuurlijk. Maar uh, ik dacht, ik dacht vond ik, wat ik zo raar vond, Ik dacht dat iedereen noemt het dan hysterisch mm -hmm. Terwijl kijk eens hoe hooligans reageren als Ajax wint. Come on, I mean. Toch? Ja, Zij is dat... niet eens echt fan. <laughs> ja, toch? Ja, en het woord hysterisch wordt ook altijd gezegd bij vrouwen. Dat is waar. De, ja, dat is... is toch iets raars, vond ik dat. Ja. En tegelijkertijd... Kijk, je, je reageert overdreven. Maar dat doet Zeker. iedereen. En ik natuurlijk. reageerde ook hartstikke hysterisch. Maar het feit dat wij hysterisch in een soort negatieve connotatie ja. plaatsen. vind ik dan kwalijker ja. dan het hele. Weet je, uiteindelijk is het gewoon een observatie geweest. van heel veel verschillende mensen. Ja. Um, maar dat waardeoordeel. Dat, dat is natuurlijk niet. dat zit niet. dat is niet, ligt niet vast. Nou ja, maar misschien komt de irritatie bij mensen voort. uit dat ze denken dat, het, dat jij het nep doet. Dat het ja. nep is. Ja. Dat het niet gemeend ja. is. Nou, misschien hebben ze ook wel gelijk. Want was het, maar het was toch wel gemeend? Het zag er wel gemeend uit. Het zag er wel, ja, maar precies. Dus iedereen kijkt er anders naar. Dus ja, ja, ja. Jij kijkt ernaar en jij denkt. Oh, dat zou een hele leuke uitlating zijn geweest uh, in een moment. En de ander kijkt naar en die denkt, schande, landverrader of zo, weet je. Landverrader? Ik kreeg wel echt, ja, 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 ja. Dat ik, omdat ik Nederland zo te kakken had gezet met deze buitsporig heftige reactie. Met iemand die blij is? Ja, dat vonden ze... Want, ja, nou, dat is misschien ook, Nederlanders mogen natuurlijk niet te veel in emoties tonen. Zeker, dat is ook echt een ding. Um, we mogen wel blij zijn, maar we moeten het wel ja, ja, binnen ja. de huiskamer houden. Ja, weet ja, je? ja, ja. Oh, dat is gewoon zo, heb het, gordijntjes dicht. Um, maar ja ik, ja, ik vind het vooral bijzonder op hoeveel verschillende manieren mensen deze schreeuw ja. hebben weten te interpreteren. Ja. Weet je? Dat, dat vond ik met name gewoon fascinerend. En waren er ook mensen die zeiden wat mooi en wat, wat ja. ook positieve reacties? Zeker. Ja. Maar dat was, kwam ook als, als tegengeluid op. Ja, ja, je, ja, ja. Je merkt ja, ja. dan ook dat mensen elkaar een beetje zo, weet je wel, de tent uitvechten online. Ja. Van nee, ik vind dit, nee, ik vind dat. Nee, goed. Ik vond zelf vrij weinig, maar ik keek er wel naar. Ja. Um. En het is natuurlijk, het, bedoel, als een hooligan, voor Aja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen kijken voetbal, terwijl er kijken natuurlijk minder mensen naar het songfestival. Dus dan snappen ja. ze waarschijnlijk je, je, je Die denken dan een soort camping. Ja. hoezo ben je hier blij. Zo ben je hier zo blij. Maar. Om. Ja, ja, ja. En ja, het was natuurlijk ook de hele samenkomst van omstandigheden op die avond. Want ja. het was niet alleen dat het songfestival uh, gewonnen werd. Het was ook nog eens dat ik daar, dat, ja. dat hele specifieke jaar daar ja. uh, die fucking punten deed ja. en dat allemaal zo samen dat werd één grote clusterfuck. nou gooi er een beetje champagne in en, <laughs> en, en, ja, ja. En je bent klaar ik gooi er drie flessen champagne in <laughs> en nou die ik is net zo goed ja, maar um, wa, want wa, dat was een beetje je door was dat je doorbraak? nee nou, je deed toen al spuiten ja. met slikken en zo toch uh, ja zeker zeker spuiten en slikken deed ik toen al. het voelde voor mij niet per se als mijn doorbraak, omdat het het was niet per se mijn werk. Nee. Het was namelijk eigenlijk een, een, ja, een buiten... Een, een ja. Buitenkantje. Snabbel. Ja, eigenlijk <laughs> was het een soort snabbel. Maar ik werd er niet voor betaald. Maar het was wel een soort snabbel. Het was een, een vrijwillige snabbel. Ja. Ja, het was een soort stage. Um, maar daarna kenden wel heel veel mensen me, inderdaad. Ja. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat het voor het wat bredere Nederlandse publiek ja het een doorbraak was. En word je dan, wat ik me afvroeg, word je dan... Um, Iedereen doet op tv een, toch een soort typetje, ja. toch een act of een personage, persona, dat, allemaal ja. woorden heb ik ervoor. Maar <laughs> uh, uh, is het dan zo dat je, uh, want in de slimste mens was je heel iemand anders dan ja. op, op andere momenten op televisie? Is dat? Word je dan ook een beetje? Merk je dat je dan op televisie ook zo uh, hysterisch is niet goed, maar het, het enthousiaste de enthousiaste vrouw moet zijn. Je gaat moet wel zijn. Ja. Maar dat, ik denk dat iedereen aangaat op tv. Alleen... Ja. ja. iedereen heeft daar een andere manier voor. Maar het is ook gewoon de rol waar je in zit. Want als je aan het presenteren bent, dan ben je, weet je wel... De, de leider mm -hmm. van uh, hetgeen wat je aan het maken bent. Ja. Um, je bent de, de, de herder van de roedel, zeg maar. Alleen als jij te gast bent, zoals in De Slimste Mens... Dan, heb je, dan ben je een schaapje. Ja. Dan, dan zit je heel anders, anders in de wedstrijd ook. Dan kan je, ben je veel passiever. Je ja. kan dingen over je heen laten komen. Je hoeft niet... Weet je, wel, je hoeft niet zo heel, uh, heel erg aan te staan. Je, bent, je bent staat wel aan, maar op een andere manier. Het zijn, het zijn andere, het zijn andere ja. levels. En bij zo'n songfestival is dat nog weer anders. Mm -hmm. Want daar ben ik geen eigenaar. Ik ben onderdeel van. Maar ik wil mezelf natuurlijk wel zo goed mogelijk verkopen. Dus het zijn allemaal andere uh, situaties ook. Ja, en belangen die meespelen. En andere belangen, ja, zeker. Dus ik zou dat niet allemaal over één kam kunnen scheren. Maar... En hoe, hoe zorg je ervoor dat je dan... dan... Ik bedoel, de paar dingen die ik in tv heb gedaan, is dat. dat wat ik zo voelde dan. Wat als heb jij in zo, tv gedaan? Niks. Niks. <laughs> nou ja, maar gewoon. Ik merk. Ik weet gewoon, als je in, in een talkshow te gast bent, dan, dan iedereen is iedereen bezig om. om uh, om je of gekke dingen te laten zeggen. Of ja? je wordt. Nou ja, je wordt heel erg zo. Is, 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 iedereen is bezig om datgene wat ze van jou denken te versterken. Dus het kan me ja. voorstellen dat ze, denken, dat ze dan dingen denken. Oh, Emma, die gaat het doen. Uh, die willen we zo enthousiast mogelijk krijgen. En dat je, hoe, hoe zorg je ervoor dat je dan niet een. Eigenlijk is mijn vraag: hoe zorg je ervoor dat je dan niet een. een, een hoe noemen ze dat? Een kar karikatuur van jezelf wordt? Mm -hmm. In TV-land. Vind je, je mij een karikatuur van mezelf? Nee, nee, maar het kan me voorstellen dat als je. Uh, um, be bekend wordt met zoiets dat als je een het, ja, 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 dat het Ja, en, ja. En, en, een en, en iedereen wordt in tv op een gegeven moment een beetje een karikatuur ja. van zichzelf. Ja, nee, dat uh, zeker hoe waar. zorg je ervoor dat, dat, dat je dat niet wordt? Nou, als ik vanuit mezelf spreek, um, ik, ben, ik ben best een recalcitrant mens. Mm -hmm. Dus op het moment dat iemand iets van mij verwacht, ga ik eigenlijk, ja. eigenlijk al snel het tegenovergestelde doen. Ja, ja. Dat, ik weet niet waarom, maar dat zit, zo, dat zit er zo. Ik hou van schenen schoppen. Ik hou van, inderdaad, um, tegen draad zijn, om het tegen draad zijn. Dat gaat me namelijk helemaal niet per se. Ik speel het liefst advocaat van de duivel in een discussie, omdat het gewoon een leuk gesprek is. Ja. Weet je wel dat? Ja. En, en dat heb ik ergens zo. Tot in den treuren ja. doorgevoerd. Gecultiveerd. Ik, en... ik kom er niet meer uit. Dit ben ik nu. Ja, dus ik kan nu heel moeilijk in één keer ja aan me uh, schudden. Mm -hmm. um, maar ja, dat, ik, neig, ik neig toch wel snel naar dan mijn kont in de krip gooien. Ja, ja. En, en dat juist niet doen. Inderdaad. Maar dat is ook wel een maar beetje... Maar op een gegeven moment word over. je daardoor voor gevraagd. En ja, weten mensen dat, ze, dat je dat gaat doen. Maar nou, ook weer Vat niet. Het Want ik zeg eigenlijk bijna zelden... het feit dat ik hier zit is... Het <laughs> is echt een unicum. Het is echt een unicum. Ja. Nee, maar oprecht. Ik zeg echt best wel veel nee tegen dingen. Omdat ik geloof er ook niet zo in... om jezelf overal uh, te laten zien. Nee. Um, dat vind ik helemaal niet leuk. Ik vind het leuk om... Hé, hey, de deurbel. Oh, de deur staat ook open. Oh ja. Wat, wat leuk? Wie zou er aan de deur staan? Ja, de, de volgende gast, want je, omdat je dit nu hebt gezegd, dat je, nee. Oh, is dat echt zo? Nee, dit is gaat gewoon... dat zo hier. Is dat is nee. gewoon een soort Nicky, Nikki komt nu binnen. Nicky tutorials, <laughs> ja. die is nu aan de deur. Is belangrijk. Nee. Um... Moet die deur wel even dicht zo. Wow. Ik dacht dat we hier in een bunker zaten met nee, in ons eigen koffie. Eh, uh, um, wat was je aan het stellen? Nou, um... Ik had het over dat. Uh, dat ik niet zo heel vaak ja zeg oh ja, exact. op ja. tv-optredens of snabbels, mm -hmm. in die zin. Um, en ja, dat is dus ook omdat ik mezelf daarvoor wil behoeden, bewaken, is ja. dat ik inderdaad dus niet, dat, weet je, dat ik ook niet um, een overkill word. Of nee, zo. Maar nee. had ik, na het Songfestival had ik heel erg juist, op, hoefde om gewoon helemaal geen reet te doen. Ook omdat ik dacht, nou ja, weet je, jullie kunnen het beter verwoorden dan ik. Dit song of het, het, het vorige Songfestival? Allebei, Allebei Ja, ja, ja. Ja, ik weet niet. Maar dat heb ik ook naar de slimste mensen. Dan vind ik het ook niet zo interessant om daarna er nog heel lang over door te praten. Nee, nee, of zo, nee. met allemaal allemaal mensen. Omdat ik denk, ja, ik ben alweer bezig met iets anders. Ja. Ik heb mijn pijlen alweer op de toekomst of whatever. Ja. Omdat het moment van opnemen en uitzenden, er zit, zit ook een verschil tussen. En ja, ik vind het ook niet zo interessant om in dat soort dingen te blijven hangen of zo. En waar zeg je ja op? W wanneer zeg je ja? op Op iets? Dit soort dingen zeggen. <laughs> nee, ik ja. maar wat is, ja, je, wat is dan de intrinsieke motivatie om op dingen um, ja te zeggen? Als het. Uh, als mensen het niet verwachten, ja. dat vind ik leuk. En als, um, als het een, echt een, een toevoeging is uh, voor mezelf, mm -hmm. dat ik zelf denk, hier heb ik wat aan, of dat ik zelf denk, uh, hier leer ik wat van, of, of, of dit vind ik oprecht leuk, of weet je wel, ik bedoel, er zijn ongelooflijk veel RTL-programma's waar je dan voor gevraagd wordt, Tuurlijk. Dat vind ik allemaal gereed aan. Alleen ik hou van Holland, dat is dan een soort, weet je wel, dat, dat ja. denk ik vroeger altijd, dat vind ik dan leuk om te doen. Maar al die, al die andere snuk, dat, dat nee. En, en ook niet, ja. En tv-pro, want je, ben, je zit vast bij BNNVARA dan toch, of niet? Ik zit vast bij BNNVARA. Dus dan krijg je gewoon, dan zeggen ze toch, we willen dat je dit programma gaat doen. Of heb je dan no, keuzes nee, nog? nee, je hebt wel keuzes. Ja, nee, het is niet dat ze dat zo op kunnen leggen, want dan werkt het programma ook niet. Nee, dan sta je dat dan daar met wel... tegenzin dat te doen. Dat nou ja. En, uh, wat zijn, uh, en wat zijn dan je motivaties? Is dat dan hetzelfde? Ja, eigenlijk wel. Want dat is gewoon de beste formule. Of ja. je bedenkt iets zelf, of we bedenken het hand in hand of het, het wordt bedacht of het wordt gekocht vanuit mm -hmm. het buitenland en voorgelegd uh, dus eigenlijk ja wordt er altijd wel gewoon goed in overleg gesproken over welke programma's wel welke programma's niet want ja je anders sta je staat je hoofd op onweer en sta je er een beetje zo'n dat uh, voelt iedereen op. natuurlijk ja dat zeg maar dat werkt helemaal niet nee en vooral niet bij BNN en Qua... waar <laughs> ja dat vergeet hij vooral niet hè? <laughs> en waarom waarom wordt iemand presentatrice omdat iemand van aandacht houdt ja. Oh ja? Ja, 100%. procent. Oh ja, dus jij houdt heel erg van aandacht. Ja, zeker. Anders zou ik niet... Uh... Ik bedoel, kijk... Je kan dit werk ook, als je echt van tv houdt... Zoals mensen dat altijd zeggen, ja, ik hou van tv maken. Nou, dat kan je ook achter de schermen doen. Ja. Maar het feit dat je ervoor kiest om het... Voor, voor de camera te doen... zegt iets over jezelf, denk ik, en... En de, en de noodzaak om zelf dus die spokesperson te zijn. Of, of die generatie mm -hmm. uh, te vertegenwoordigen. Of, of dat verhaal te willen vertellen op jouw manier. En da daar zit altijd een vleugje narcisme in. Wat helemaal niet erg is. Alleen wij Nederlanders zijn er gewoon een beetje bang voor. Maar als je iets gaat maken en alleen maar voor jezelf... en voor je eigen aandacht, dan wordt het niet goed, toch? Hoezo niet? Nou, je nou net wat je net zei, je moet toch wel... Uh... Je moet toch ook iets geven? Je moet toch ook iets te bieden? Ik bedoel, ja, anders bedoel, draait deze... het alleen maar om jou. Nee, maar deze podcast, ik bedoel, maak jij die bij de gratie van je luisteraars? Nee, ik maak hem. Nee, ja, oh, maar dan hebben we een andere. Ik kijk, ik maak hem omdat ik iets van iemand wil leren. Ja. Omdat ik het leuk vind om met mensen te praten. Ja. Maar uh, jij moet het doen, want je laat het niet door je stagiair opnemen. Nee, nee, dat is waar. Dus je had er ook bij kunnen zitten en kunnen ja, luisteren. en Nee, kunnen leren. kijk, maar in eerste instantie is het natuurlijk ijdelheid en aandacht. Ja. Alleen vervolgens ga je toch wel nadenken over wat. Wat heb ik dan de mensen te bieden? Of wat? Uh, ja, toch? Nou ja, Want als het alleen maar zeker. om mij zou draaien, dan zou ik geen gasten uh, uh, vragen. Ja, nou, ik weet het niet. Ik, uh, ja, als ik vanuit mezelf redeneer mm -hmm. kan ik dat gewoon moeilijk. Ik kan moeilijk zeggen dat ik heel erg bezig ben met uh, wat, wat ik nou toe te voegen heb als mensmaker en mm -hmm. uh, tv persoonlijkheid In de zin van daar ben ik niet zo mee bezig. Ik vind het eigenlijk gewoon leuk om te doen. Ik heb ook niet echt een heel erg. Ja, dat gaat echt. bnn ervaren gaat eigenlijk boos om me zijn. Maar ik heb ook gewoon niet echt een heel erg goede boodschap of zo. Weet je wel, nee. ik ben niet heel erg activistisch of ik sta niet heel erg op de barricade voor shit. Ondanks dat mensen je soms wel die stempel geven. Omdat, weet je wel, tussen je werk door je toch op de een of andere manier. Ja. Dingen teweeg brengt of whatever. En, ja. en weet je wel. Maar het is niet dat ik mezelf zo zie. Maar je wilt toch wel iets bereiken of niet? Nee, Alleen maar aandacht voor nou, jezelf. Of? Ik wil vooral dat ik het doe. Weet je? Ja. Ja, nee, ja. En, niet, en niet dat. Um, maar met bereiken, dat is dus ook. Dat is een breed begrip. Want je kan zelf dus dingen bereiken. Je kan zelf een soort van. Weet je wel. Um, ja. Doelen hebben. Um, maar ik heb geen doelen voor de mensheid. Of zo. Ik heb geen soort van doelen voor de maatschappij. Of. Weet je wel uh, taboes die ik per se wil doorbreken? Nee, ja, ik wil gewoon dingen zeggen en als dat toevallig een taboe is, is dat mooi meegenomen. Maar je kan, als je aandacht wil, als dat je dan, ja. dan kan je, er zijn een hele, heel veel andere manieren om aandacht te genereren. Waarom dan? Wat noem ik, presenteren? Noem ik nou, je kan ook uh, influencer worden of. Uh, ja, maar dat vind ik nee. Nee, ja, maar er is dus wel een reden waarom je ja. kiest voor tv. Dat is dat. Ik is hou van de ambacht. Oké. Okay. Ik hou van de ambacht tv maken. Ik vind het. Een heerlijk vak. Ik, ik, ik kan ongelooflijk mieren neuken op, op kleine kleine dingetjes. Om het in mijn ogen zo goed mogelijk te maken. En dat, dat gaat van begin als in programma bedenken, tot een montage. En een stom clipje leggen. En wat is dan zo goed mogelijk maken? Want eigenlijk zou je dan zeggen zo goed mogelijk maken, zodat jij er zo goed mogelijk uitkomt. Nee, 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 zeker niet. Het is eigenlijk zo goed mogelijk maken, is dat als ik zelf kijk, is dat ik denk: dit is spannende, leuke tv. Oh, ja. Dit is vakmanschap. Dit is. ik, ik Spiegel, ja, ik, ik zou Ik wil gewoon een tv maken waar ik zelf uh, het allerliefst naar kijk. Weet je ja. dat, dat, dat? Dat is eigenlijk misschien mijn doel uh, en dat doe ik eigenlijk helemaal niet altijd per se, maar dat is wel mijn streven. Ik, mm. ik hou gewoon van spanning. Ik hou van uh, excitement. Ik hou van uh, op het puntje van je stoel zitten. Daarom hou ik ook van live tv. Dat vind ik gewoon iets magisch omdat mm -hmm. alles kan gebeuren. Weet je, als je naar nou live tv kijkt, dan is er een? Er bestaat een kans dat ja. er in één keer iemand binnenloopt en en de hele boel uh, overhoop gooit, of dat er weet je wel, dat iemands broek af afzakt. Dat Ja. Dat is heel onwaarschijnlijk, maar het zou kunnen. Nou, ik hoorde dat ze bij het Songfestival dat er een minuut tussen zit of zo soms. Zit ja. Ja, ja. omdat mocht er iets gebeuren, dan kunnen ze heel snel de, ze, de, Ik toen dacht ik wat jammer, want is het is, het is toch jammer. heerlijk dat ja. er ineens iemand opkomt en dan zijn broek ja, dat is voor de. Nou, echt niet zo goed. Zijn, nee, natuurlijk. maar dat, dat, dat vind ik het leuk. En live tv is En live radio ook. Is dat alles kan gebeuren. Weet je, er kan gewoon een nieuwsbericht binnenkomen. En dat kan direct uh, de radio of tv op. Dat vind ik. Ik vind dat cool. Ik vind dat vet. En ergens, weet je, ik, ik hou ook van. Ik ben ook wel een ramptoerist in dat ja, opzicht. Ja, maar bijvoorbeeld de hele wereldproblematiek eh, crap. Mm -hmm. zeg maar het moment dat corona uitbrak, dacht ik niet gelijk al oh, wat erg voor al die mensen die ziek zijn, maar dacht ik, ah, oh, wat vet er dat ik dit iets. mee mag maken. Ja. Weet je wel, dat is een beetje. Ik luisterde toevallig um, die podcast van jou met Anna Drijver. Uh -huh. Ik herkende ergens wel heel veel van wat zij zei uh, terug in mezelf, is dat ik ook graag inderdaad naar verhalen kijken vanaf een afstandje gewoon omdat het je, het, is, het is een mooi verhaal als je je gewoon niet zo emotioneel mengt in het hele geheel en je een beetje uitzoekt, ja, ja. en ervan dus, geniet en ervan geniet dan ja. is het een heerlijk schouwspel. Dus als mensen ruzie hebben in een ruimte en jij bent erbij dan, dan vind je dat Olie. heerlijk. Oh ja. Olie op het vuur. Ik wil dan wegrennen nee, altijd. Ik denk, nee, en jij nee. denkt nog meer prikken dus en nog zeker? meer. Oh ja. Eerst ga ik een beetje kijken, <laughs> ik ga ik een beetje in mijn handen wrijven, ik ga kijken waar kan ik nu op het beste moment inspringen om, weet je wel, de vlam te laten. Ontvlammend. Ont vlammen. ont Vlam te laten ontvlammen. Vlam te vlammen. laten ontvlammen. Jij, nou ja, hebt, jij hebt het een mens work. gedaan, dus. Nee, nee, nee. Maar, nou, um, idee, maar uh, dat vind ik, ja, dat ben ik wel eens. En een dat, is, dat, is, dat doe je dus in je werk. Ja, maar dat is, dat is wat. Het lijkt me net alsof ik je aan het overtuigen ben. Maar dat is dus wat <laughs> anders dan aandacht genereren. Denk je? Nou ja, ik denk dat je in eerste instantie doe je dingen om. om ik vind het ook altijd als mensen zeggen. Uh, uh, ik doe iets om de wereld te veranderen. denk ik, Nee, in eerste instantie doe je het omdat je van de aandacht houdt. Mm. Dat is anders ga je niet op een podium staan. Anders ga je niet met je hoofd op tv. Dat is, dus daarin ben ik het met je eens. Alleen wat ik wel denk, en dat doe jij ook, volgens mij. En dat zeg je net ook. Is de stap daarna is: hoe gaan we goede tv maken? Ja, nee, dat is waar. En, maar dat is dus. Dat, maar dat vind ik. Um, dat is meer praktisch. Weet mm. je wel? Want goede tv, dat is heel mechanisch ook. Nou, goede tv, laten we iets gaan maken, in jouw geval dan... waar jij zelf ook naar zou willen kijken. Exact, dus ja. dat heeft dan twee dingen. Aan de ene kant heeft dat dus een hele spannende situatie... waar ik me graag in wil begeven. Mm -hmm. Die ik dus zelf aanwakker door olie op vuur te gooien in een discussie. Ja. Of door een stomme vraag te stellen. Of door gewoon, weet je, een lalalala, mijn ding te doen. Dat is, dat is de ene kant van goede tv maken. En de andere kant is... Is, is een soort van de ambacht erachter. Dus, dus hoe vertel je een verhaal van A tot Z? En hoe monteer je dat? En hoe zorg je dat het ook gewoon een, een mooi plaatje wordt om naar te kijken? Exact, ja. En, en weet je wel, dat. Dus dat zijn dan die twee dingen. En ik vind allebei de dingen interessant. Um, en het één is mijn werk als presentator. En het ander is, denk ik, mijn liefde als tv-maker. Ja. Dus ja, voor het een wordt ik betaald, voor het ander eigenlijk niet. Ik hoef het niet te doen namelijk, nee, maar ik nee, vind nee. het leuk. En is die, dat, is die aandacht is ook. Het lijkt me moeilijk dat het is ook onuitputtelijk is. Want je krijgt nooit genoeg aandacht nee. om dat, die put van leger, leegte nooit. te vullen <laughs> je die je in je hebt. Nooit genoeg aandacht. <laughs> nee. Never ever. Nee. nee, true. Maar toch blijf je het dan doen of opzoeken? Of... Ja, zeker. Ja. Want het is ook. Kijk, je, je maakt jezelf ook belangrijk, um, of in ieder geval. Ja, je maakt jezelf belangrijk door jezelf in die situaties te stoppen ook. Want eigenlijk zeg je daarmee: deze situatie was niet gebeurd zonder dat ik daarbij nee. was geweest. Dus je maakt jezelf automatisch belangrijk op TV, denk ik. Want zonder jou was dit niet gebeurd. Ja. En als het wel had kunnen gebeuren zonder jou ben je een slechte presentator, ja. denk ik. Ja. Je moet toch iets los weten te brengen wat andere mensen niet kunnen, of, of niet uit zichzelf kunnen halen, of whatever. En ja, ik help daar graag bij. Ja, en hoe doe je dat dan? Ja, door voornamelijk gewoon niet in te houden. Nee. <laughs> en, en, en inderdaad een beetje wat je, wat je denkt uh, ongeventileerd eruit te sturen. Ja, lieve mensen, dit was maar een deel van het Pep -talk gesprek. Wil je het hele gesprek luisteren, dan kan dat op Spotify of je Vavo Podcast app. En like en subscribe hier of hier of hier. En pas goed op jezelf, je baarmoeder, je testicles en elkaar. Daag!